Yes, een hele goede middag jongens en welkom alweer bij een nieuwe vlog. En ik open hem nu pas, want we zijn eigenlijk best wel druk geweest. En we hebben de computers afgesloten, alles, heel de auto zit vol eigenlijk, Jeffrey in de back. En we zijn richting Lamparty, man. En zijn we wat, met 10 man of zo? Ja? Huh? Bij elkaar? Ja. Nee, nog meer man. Nog meer? Want je hebt hier twee gasten uit Denemarken. Ja, ja. Frank, Bart, Roy, Joey, Rotterdam, weet je, John. Ja. Dan komt ze Vesten nog, andere, dan wij vieren. En, en vrienden van Sean zijn er ook nog, dus. Sean ook nog. Ja. Dus ja, maar wat de LAN Party, en voor de mensen die weten wat de LAN Party is, dat is zeg maar een evenement waar je eigenlijk gewoon 3 dagen naartoe gaat. En dan met je computer en dan 1200 man in één zaal, dan gaan we allemaal competitie spelen. En dit deden wij vroeger altijd al toen we jong waren. Hoe oud waren we? Vanaf dat we 12 of zo. Ja, helemaal jong. Ja man, en dit is eigenlijk een soort van reunie, hè? Ja man, reunie. Van 10 jaar geleden zo. Ja man, ja, met alle soort van, ja, bijna iedereen is er weer gewoon. Iedereen is er weer. Op een paar dagen. Behalve de oldies, die zijn er niet. Ja man. Ja, maar zin in, maar we zijn in ieder geval nu bij een benzinestation even, we zijn even gestopt, even de benen strekken. Kijk hoe ik zit, Mattie. Dat is niet normaal, man. Ja, maar het is helemaal vol achter, man. Nou, jongens, we zijn nog steeds onderweg. Kijk hoe Jeffrey zijn haar wappert. Als een model gewoon met dat raampje open. Lekker, man, Jeff. Zo. Maar, ik en Jeff hebben een afspraak gemaakt. Iedereen heen weg en terug weg, zeg maar, voor in, man. Jij gaat er terug weg, hè? Lekker, man. Yes, we zijn eindelijk aangekomen en de computers worden ingeladen en zo. Oh, dit, check mijn kast daar. Oh, je kunt die andere zijweets doen. Ah, slim. Zo, de gekke kast allemaal, hè? Ja, man. Lekker, man. Lekker, man. Kijk wie hier is. Pakka Joey. Moet je zo gemakkelijk, hè? Je bent al vaker in de vlog geweest, man. Een doos bovenop of zo dan? Ja, natuurlijk, in een tas. Nou, jongens, dit is onze spot. En je ziet het allemaal computers aangesloten. Dit zijn gewoon 3 schermen. Roy in de back daar. Lekker, man. Pak hem, bro. Pak het, Jeff. We zitten naast elkaar, hè? Ja, man. Super tof, man. Super tof. Oké, jongens, kijk hier. Mijn computer staat. PlayStation staat. En Jeffrey is daar zo. Sap, man, bro. En ja man, hier ben ik de komende 3 dagen ben ik hier thuis man, tot zondag. Dit is lauw. Hey, dit voelt wel weer een beetje als vroeger man. Daarom. Voelt weer. Laat het diep voor jou, Pek. Kijk, je bent klaar. De stekker erin, je bent klaar man. Vroeger waren we ook altijd op LAN parties man. Ja man. Maar nu is het ook wel lauw, weet je. Zou het oude, weet je, andere keer maar. En ik denk ook dat er veel mensen nu zijn die denken van, what the fuck you? Waar ben je? Wat doe je daar? Maar ja, het is gewoon 3 dagen gamen, competities tegen elkaar, je kan prijzen winnen en zo. En dit deed ik vroeger ook, dus toen ik jong was. Dus ik had een beetje altijd een soort van, ja, ik wil niet zeggen dubbel leven, maar de ene kant was ik heel veel op straat. En de andere keer was ik weer heel veel thuis achter de computer en zo, man. Dus super nice. Ja. Ja. Ik had hem gezien in die show, had ik een keer een show gedaan. Ja, helemaal stuk. In ieder geval jongens, mijn neus is nog helemaal gestopt en we zijn onderweg. We zijn natuurlijk op een LAN party, maar we zijn uitgenodigd voor FIFA 18 en krijgen we de week van tevoren mee. Dus we zijn even heen en weer naar Utrecht aan het blazen, even een beetje pakken en daarna weer terug, man. Ja man, let's do this. Komen in Utje. Ja man, pakken. Rustig. Lekker man, wil je ook FIFA of? Huh? Wil je ook naar FIFA toe? Nee, ik was er net wel even langs. Ik dacht nog van misschien zullen jullie, ja, toch? Zullen jullie daar is het een beetje wat? Ja, ik weet, ik ben er niet binnen. Oh. Ja. Waar is het precies? Hier gewoon bij Hoogkaterijn en bij de wc. Okay, ja toch? Met Fabian op de roltrap. Draag die dingen als een mondkap. Oh. Want je weet dat ik hoort kwam.
moet freestylen tot we boven zijn bij die roltrap. Wat moet ik zeggen? Eventjes beseffen. We gaan die trap op en ik laat die mannen leggen. Dat klinkt een beetje raar. QCD is zwaar. QCD is kaal, maar de pakken richting haar. Pakken, pakken, schaar. We zijn bijna daar. We zijn bijna hoog. Bijna bij de boog. Schiet me bijna boog. Hey. Raakste freestyle 2017. Soort van goed. Je bent hier. Dat is lekker, man. Helemaal gekomen vanuit Assen, man, bro. Nee, joh. Zo is die lol van FIFA. Hoe ver moest je? Zo, 1,5 uur rijden of zo? Nee, joh. Ja, man, Big. Wat doe je, man? Ja, wat doe jij, man? Soort van, je kan spelen. Ja, wat de fuck heb jij nou weer aan, man? Lopende. Bro, inspect de gadget, man. Waar is je computer? Waar is je computerkast? Wat is nu voor de pedo outfit? Weet je wie je bent? Ja, vader! Dat is mijn naam. Oh. Ja, vader. Hey, kan ik nog meedoen met het toernooi, of? Vraag aan die man. Zo, nee, man. QC is nooit te laat. Ook ineens verstand van FIFA. Oh, jezus, weer met de camera. Broer, weer met de laatste. Ik zat al te wachten tot je kwam. Ja. Niet ingeschreven. Shit. Geen pakjes ontvangen, man. Shit, ja, ze moeten mij inschrijven, man. Ah, kut. Want ik blijk dus te laat te zijn voor een FIFA toernooi. Dat is jammer. Dat is jammer, maar ja. Wat moet je doen? Jantje bellen. Nou, je krijgt al 2-0, bro. Ja, nou, V, je hebt geluk, man. Ik gaf wel 1-0 daar, maar we hebben 1-0, maar dat was echt een proef. VIP section, man. Nu zitten we goed, dus ja, als man. Ik nu verlies, heb jij oprecht gewonnen, gelijk. Bro, ik maak je dood. Let's go. Pakken dan, meneer Cartier. Lekker, man. Jongens, check eens hier. We hebben een man. Heb je ook de Legend editie hier? Ja, de Ronaldo editie. Oh shit, is dat een special edition? Zeker. Ines, die gaat er vandoor. Nee joh. Ja man. Oh, wacht even. Oh, je hebt hem al. Oh, de Ronaldo editie. Mag ik kiezen? Nou, ik weet niet. Voor mij. Heb die Legends nog? Nou, cute. Zo, ja, man. Wacht man, bro. We hebben wel eigen track tussen de lijst, bro. Ja, klinkt goed, man, bro. Hè? Yes, jongens. Goedemorgen. Welkom alweer bij de volgende dag. We trekken de vlog even door. Weet je toch, anders zit je toch 2 dagen hier en zo. En dan krijg je toch een beetje allemaal hetzelfde. Dus ik denk, ik maak er gewoon een grote weekendvlog van. En ja, we zijn nu bij een paintball gebeuren. En we gaan even shooten, man. Gaan we shooten? Ja, toch. Wat kan ik winnen? Winnen? Ja. Ik weet dat niemand op jou ziet. Oh shit, dat is wel een gekke prijs. Fijne gaatje, man. Tot oh, wow. Ik heb die 37. Zo, deze man dacht, wat gebeurt hier? Ik dacht, wow. Een beetje aan het gamen en zo. Een beetje aan het chillen. Ja, Sean is hier, fuck aan, maar hey, dit is de man van de emotie met een dikke Mexicaanse snor, man. Maar dit is dus wat je krijgt, hè. Als je in slaap valt op je stoel, ja, dan gaan er gekke dingen gebeuren, man. Hij is boos geworden, Sean. Sean trok die hendel naar beneden. Dit is echt onze ding. Als iemand in de slaap valt op de stoel, zeg maar, kijk.
We hebben zeg maar van die gekke gamestoelen hier in deze sectie. En ja, dat zijn hele gekke gamestoelen, maar je hebt allemaal hendels. Je hebt één hendel, dat je zeg maar, zie je, dit kan doen. Dus je kan helemaal omlaag. Maar je moet beseffen, als je zeg maar gewoon zo zit. En iemand trekt aan je hendel en je ligt gewoon zo. Je gaat er... Besef dat ik deze hendel gisteren ook op V heb geweest. Terwijl die sliep en V werd boos. Hij zegt, door jou heb ik nek heen. Ja. Oh, het is jammer dat ik het gisteren niet gefilmd heb, man. Jullie zouden zo stuk gaan. P, je ging gewoon vragen. Hij zei, ik heb net geen idee aan jullie. Hij is gewoon boos weggegaan, hè. Hij dacht dat het twijfelig is. Ik denk, nee, jullie maken grappen. Ik ga weg hier, hè. Ik heb het naar mijn zin, jongens. Ik heb het echt naar mijn zin. Leuk man, deze reunie. Yes, jongens. Het is avond. En wij zijn een beetje aan het rondkijken. We gaan een beetje rondje lopen. Ik ben ook moe toch? Ik denk dat ik straks even een dagga ga pakken. Een paar mensen zijn al aan de dagga. En ja, wij lopen nu gewoon even nog een rondje. Ik ben met Bartos. Ik ben met Frankos. Lekker man, chillen. Kijk, hier wordt gewoon nu een toernooitje gehouden. Dit zijn gekke gamers, man, bro. Dit zijn mensen die leven van die shit en zo, hè? Mensen, ja, man. Mensen zijn gek, man. Dat maakt het juist zo leuk. Deze stap voor Spotify en dit is voor de golf. We hebben dan. Lekker op bestie, man. Leg de challenge even uit, wat is de challenge? Ja, we zijn met een groepje streamers van Twitch. En wij hebben verschillende teams ingedeeld. En we gaan allerlei challenges verrichten. En een van de challenges is dus kleding verwisselen met een random persoon. En we komen nou het bal, komen we hem tegen. Siepje. En deze jongens gaan dus even kleding verwisselen. Ik heb een groot hoofd. Ik heb een groot hoofd. Zo jongens. Lekker strak. Lekker. Even snel, we hebben het zo snel. Samen. Yes. Ja, fucking sick man. Ja toch? Sick man, sick. Ja toch? Stop man. Heb je ooit iemand slapen zien eten? Ik hou gewoon op. Oh man, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik ben helemaal klaar met deze LAN-party. Ik zweer man, dit zijn de leukste momenten van heel die LAN-party. Mensen slapen weinig, vallen in slaap. Mensen worden vast in slaap om door een stoel gewoon naar beneden gezakt. Dit zijn de leukste momenten. Het gaat niet eens bijna niet meer om gamen. Het gaat er gewoon om de chillings die we hebben, man. Gewoon fucking grappig. Je hebt gewoon de hele tijd met... Je moet denken vanaf hier tot hier, daar. Allemaal mensen die ik gewoon ken en zo. Het is geweldig man bro, het is geweldig. Het is gewoon, de chilling is gewoon nog leuker dan gamen zelf, maar het is gewoon wel... Weet je wat jongens, dit is de laatste avondje, nacht. We zijn nu al in de nacht en ik denk dat ik gelijk hier de vlog bij ga afsluiten. Dit was het dan alweer jongens. Vergeet hem niet te liken, te subscriben en dan zie ik jullie de volgende vlog man. Ik hou van jullie, later.